Vandaag hebben we een hele gave battle, namelijk de battle Disc Golf. En dat doen we hier op deze prachtige locatie in Arnhem. Wat klink jij raar? Wat bedoel je? Hallo? Hallo? Je hebt gelijk. Nu klink je ineens heel laag. Dat, maar dit kan toch allemaal niet? Hè? Nu als een kabouter. Nou zeg, wat is dat? De hand allemaal. Dit moet stoppen, op dit moet stoppen. Oké, wacht, ik ga de huisarts bellen. Wacht, wacht. Ik ga nog een jaar. Ja, dok, hallo? Ja, we hebben een probleem. Ron praat heel raar. Frisbee? Of ze komt? Wat? Oké, dok, bedankt voor de info. Later! Nou, hij zei dat ik met deze frisbee heel hard op je kont moest slaan. Dan is het over. Dan heb je weer je eigen stem terug. Ja, als het moet, dan moet het. Als ik daardoor mijn stem terugkrijg. Prima. Het klinkt heel raar, dus ik zal het maar doen als ik jou was. Ja. Doe maar dan. Moet het bam! Au! Ja! Ja, ben weer terug! Ja, helemaal gek! Helemaal gek, hè? Ja! Zullen we gelijk met de kinderen ophalen? Ja, drie jongens en drie meisjes van de basisschool De Abacus in Huissen. Ze zeggen, let's go! Die andere stem was eigenlijk ook wel weer leuk. Nee, dit is beter zo. Dit is beter. Joke. Ik ga Suus ophalen en ik heb mijn petje al bij me. En Suus weet helemaal van niks. Hoi! Hoi! Wie ben jij? Suus. Suus, ik heb een verrassing voor jou. Jij mag vandaag mee naar Sam Sport The Battle. Oh, leuk! Welke sporten doe je? Voetbal. Vandaag gaan we dus discgolven. Ken je dat? Nee. Wow. Ja, goed hè? Ja. Hoe is het met je? Goed. Ja. Hey. Hup, gefeliciteerd, man. Je bent geselecteerd. Hey, goed, goed. Hoe is het met je verder? Gaat goed, hè? Ja. Ja, dat zie ik aan je. En wat doen we vandaag? We gaan... sporten. Wees binnen. We gaan... Oké, hey, jongens, zie je straks, hè? Met Sepp. Hoi. Nou, dan wordt lachen vandaag, hoor, met Sepp. Oké, bukken, jongens. Oké, ze mag nog niks zien. Grapje, grapje. Ben jij Mila? Ja. Je kijkt een beetje verschrikt. Ja, ik schrok. We doen vandaag de battle discgolf. Nog nooit van gehoord. Nee. Ik zou zeggen, pak de computer nog even en zoek er alles over op. En vertel mij zo meteen alles wat je gevonden hebt over discgolf, ja? We zijn nu bij Jewel en ik moest zelf een beetje... Oeh. Ja. Hoi. Hoe is het? Goed. Jewel, hè? Jewel. Is, hè? Jewel. Ja. Ik ga nu naar mijn laatste meisje. Woehoe! Je zit erbij! Yeah. Geweldig, hè? Lekker. Ja. Ja, Jewel. Hé, hey, en waarom... Beetje te groot, maar... Nee, is wat kalimeren we het ook. Nee! Hoi! Oh, een boze kleuter. Is dat je broertje? Ja. Wie ben jij eigenlijk? Megan. Megan, dan heb ik een verrassing voor je. Jij zit in mijn team. Ho! Voor Sam Sport. Wat vind je ervan? Heel leuk. Dat is mooi, hè? Zat iemand aan me te zwaaien? Hoi. Dat is een fan. Teun? Ja, dat ben ik. Oh, doe even open dan. Ik hoor hem toch? Teun? Ja. Teun? Hoi. Hoi. Hè? Teun. Jij bent Teun! Ja, jij vraagt natuurlijk al, ben ik geselecteerd? Ja. Je bent geselecteerd. Ja, applaus hoor, applaus, applaus. Ja. En wat gaan we vandaag doen? Weet ik niet. We gaan winnen vandaag. Oh ja. Ja, dat is zeg ik. Oké, gozer. Zellig hoor. Wist je dat
discgolven mixed is van frisbee en golf. Bij discgolf moet een schijf in zo min mogelijk worpen in deze basket belanden. Het is een frisbeesport. Ja, dat doe je niet alleen op het strand. Je hebt bijvoorbeeld freestyle frisbee en ultimate frisbee. Dat is een soort rugby. Terug naar het discgolf. Hoeveel frisbees heb je nodig? In elk geval 3 soorten. Een driver moet je zo ver mogelijk richting de basket werpen. Een andere schijf, de midrange, moet je zo dicht mogelijk bij de korf zien te krijgen. En je hebt de putter. Als je die disc in de basket gooit, heb je een punt. Discgolf wordt vaak gespeeld waar hindernissen zijn, zoals takken of water. Een echte discgolfer laat zich daardoor niet gek maken. Nee hoor, hier op het strand bijvoorbeeld. Hoppa! Hey, die Ernst! Hey! Hey, jongen! Hallo! Kijk eens, dit zijn de mannen die ik vanmorgen thuis heb opgehaald. Hè? Ja. Hebben jullie wel eens eerder Ik hè? Ja, ik heb er zo'n mee. Jij? Nog nooit gedaan. Helden! Hallo! Onze topper van vandaag. Ja, dat klopt. De bedoeling is vandaag dat wij gaan winnen. Ik heb voor ieder van jullie een setje meegenomen. Wauw, met glitters! Zullen we eens beginnen met een schuif? Nou, hè? En ook zo, het heet een schijf. Ja. Geen frisbee, mensen. Het heet een schijf. Elke schijf doet eigenlijk wat anders. Zo heb je één voor verre afstanden, dan heb je één voor wat kortere afstanden. En je hebt de putter en die is eigenlijk hartstikke bol. Schouder, waar je heen wil gooien. Je pakt hem goed stevig vast. Je legt hem in je hand, dan krom je je vingers eromheen en je duim ligt erop. Haalt je arm zo ver mogelijk naar achter. Je trekt zo hard mogelijk de schijf voor je langs. En daarna draai je door. Pirouetje. En naar voren. 3, 2, 1. Oh, dat is al heel goed. Trekken aan een touw. Ja? 3, 2, 1. Ja! Ja, dat is een mooie. Ja hoor! Zo! Oh, helemaal kut. Kijk. Heel goed. Ja! Zo! Nou, dat gaat wel heel goed voor de eerste keer. Ik heb al die meisjes, ja, die doen het ook best. Dat gaat ook heel goed, moet ik zeggen. Dus we moeten echt aan de bak. Hoe vinden jullie dat het gaat tot nu toe? Ja, gaat wel goed. Best lekker, hè? Ja. Dan ken je het een beetje bij de jongens. Maar volgens mij kwamen wij al verder met gooien. We hebben net de backhand gedaan. Maar naast de backhand heb je ook de forehand. Je maakt een pistooltje van je handen. Pioem, en die leg je in je schijf. En je duim komt er weer op. Hebben jullie wel eens steentjes gekeld over het water? Ja. Ja. Met die beweging gooi je je schijf. Wow! Nee, ja. Overnieuw! Nee. Nog een keertje. Nee, dat is een soort pannenkoek wat je uit een pan gooit. 3, 2, 1. Ja, ja, al dat beter. Dat is al beter. Hoppakee. Die vloog wel mooi vlak. Maar kunnen we niet zo meteen in de wedstrijd gewoon beslissen dat we die andere worp gaan gebruiken? Ja. Want daar vond ik jullie allemaal veel beter in. Wat vonden jullie dit lekker of die vorige? Nee, die vorige. Welke vind je het prettigst? Backhand. Ja, ik denk ook die. Allemaal de backhand? Ja, denk het wel. Helemaal goed. Zullen we in de bas gaan gooien? Gaan we die kant op, gezellig. Nou, het zal weer schaduw. Het is de bedoeling dat je de putter in de kettingen mikt. Want als je hem in de kettingen gooit, dan valt hij als een baksteen naar beneden in de mand. En dan is het klaar. Je gaat hem niet helemaal naar achter halen, maar je gaat juist de schijf voor jou. Wat je doet, is met hem een klein draaientje met je pols. Probeer zo recht mogelijk in de basket te gooien. Oké. En dit is dus goed? Dit is goed. Nou zit het erin en dan heb je de hol afgerond. Dus uiteindelijk moet je wel net zo lang doorgaan tot hij erin gaat? Je moet net zo lang doorgooien tot hij erin zit en je worpen worden geteld. En wie de minste worpen heeft, die heeft gewonnen. Wow! En één keer! Wow! Basket in one! Lekker, Wegen! Hartstikke goed! Yes, mooie. Lekker, Seb. Yes. Ja, die is raak hoor. Oh, net te kort. Mila, laat eens zien. Oké, dan moet je doorgaan. Nou, in 2 keer. Super. Heel goed. Het is mooi. Heel goed. Oké. Okay. Nou, dat gaat goed. Oh. Wow. Gaat goed? Ja, het gaat echt top hier hoor. We hadden, ja, bij ons ook. Megan had net een hole in one. Bucket in one. Laten we eerst anders even goed die quizvraag doen. Quizvraag. Zal ik er een stellen? Graag. Oké, dit is een disc en die gebruik je als allerlaatst.
Hoe heet deze disc? Nou goed, als jij thuis denkt te weten wat het is, ga het onderstaande adres. En wie weet win je zo'n prachtige... Zesvoortas. Juist. Kijk eens even. Oh. Ja, jongens? Nou, Ernst, ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat dit weer echt drie toppertjes zijn. Dat gaan we winnen, toch? Zitten er talentjes bij? Ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben. Ja, toch? Ja, echt wel. Hilde, hoe vind je dat ze het doen? Hartstikke knap. Ik heb er heel veel vertrouwen in dat het goed gaat komen. Ja, en zometeen moeten we dus zo snel mogelijk proberen te scoren. Denken jullie dat jullie in staat zijn om de dames te verslaan? 100%. Dat denk ik. Easy zelfs. Nou, hoor eens even. Makkelijk. Denken jullie dat we klaar zijn voor die grote finale? Ja, denk het wel. Wat gaan we doen in die finale? Winnen. Wat? Winnen. Ron, we komen eraan. We eten hier op. Kom, meiden. Meiden, het is tijd voor de battle. We spelen drie holes. Het wordt een meisje tegen een jongen. Aan het einde tellen we alle worpen op. En het team met de minste worpen, die wint deze battle. Dus het is belangrijk dat we zo snel mogelijk toekomen aan putten en hem dus in de basket krijgen. Bij de eerste hole moet je tussen twee bomen met laaghangende takken doorgooien. De totale afstand is 63 meter. Oké, dan beginnen we met Megan. Ja. Wie is onze tegenstander? Seb, jij begint zo dadelijk. Jij mag hier op deze steen gaan staan. Oké, nou Megan, let's go. Wauw, ja, mooi. Goeie. Hartstikke mooi. Oké, dan mag jij hier staan en dan gaat Seb. Doe maar, jongen. Wow. Ja, is goed. Oké. Okay. 2-1, go. Ja, mooi. Die is langs de bal. Top. Op zijn knieën. Oh, en toch nog gaan. Maar je ligt goed dichtbij. Kijk naar de basket, want je bent best dichtbij. Ja, perfect. Goeie. Ja. Perfect. Top. Nou, dat scheelde niks. Heel dichtbij. Ja, gaan we naar 3, 2, 1. Heel goed. Die ga je hebben zo. Nou, deze hebben we geoefend, hè? Dit wordt de vierde keer, hè? Vierde keer. Nou, jongen. Ja? Doe maar. Yes! Ja, is vier keer. Dit kunnen we niet missen. Oeh, het is wel close. Oké, op naar de volgende hole. De tweede hole gaat een heuvel op. De basket staat op een dijk waar de disc makkelijk vanaf kan rollen. De totale afstand is 67 meter. Teun, jij gaat deze doen. Ik denk dat deze eigen gemaakt voor jou is. Mila, jij kon heel goed en ver en een beetje omhoog gooien. Probeer de schijf in dezelfde hoek te gooien als de helling. Als je hem op de hoek van de helling gooit, dan blijft hij altijd liggen. En dat kan jij. Oké. Okay. Wauw! Goeie. Trots op je, Mila. Mooi. Lekker. Dit is wel even een paar meter dichterbij. Nummer 6. Ah, weer een stukje dichterbij. Oké, plat slaan. We mogen hem niet verplaatsen. Oh. Stop! Stop, 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 stop. Wat kom je doen? Wat aardig worden geholpen door de jongetjes. Kom, hoog en ver, hè. Wauw! Ja! Top! Jongens, succes. Ja, goeie. En blijf liggen. Nee. Ja. Oké, Mila, dit gaat lukken. Oké, Mila, let's go. Top. Ja. Goed gedaan. Deze ga je zo pakken. Oh ja, klopt. 8-10. Yes! Wow! Lekker! Knap gedaan! Oh, je bent echt goed in putten. Lekker, man. Heel goed. En jongens? Oh, het is zo close, niet normaal. We gaan naar de laatste hole en nu gaat het echt om spannen. Het is bijna nooit zo spannend, meiden. De laatste hole is een lastige. Je moet namelijk over het water. Als de disc daarin komt, krijg je één strafpunt. De basket staat op 21 meter en de meiden hebben één punt om in te halen. Dit red je hoor, Suus. Okay. Ja. Top, over het water. Goeie. Dat is goed. Echt rechtdoor. Dan leg je hem naast de basket en dan gaan we zeker weten winnen. Wow. Oh my lekker, god. Jill. Supermooi, man. Oké, respect. Hij was echt dichtbij. Hij ligt eronder. Wow. Lekker. Waar ligt hij? High five. Oké, Suus om de bal.
Ja, vet goeie. Mooi. Hartstikke vet mooi, Suus. Dan ook? Nee. Ja! Yes. Dat betekent dat dit keer de beker gaat naar de mannen! Yeah. Goed dan, mannen. Oké, meiden. Trots op jullie. Het was super close, super spannend. Ron, Steert. Ik vond het best wel heel spannend. Maar ja, goed, de mannen hebben gewonnen. En volgende week is het weer de vrouwen. Dus ik hoop het. Tot volgende week.